mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij Nutteloze Experimenten, deel 18. En vandaag, op jullie verzoek, hebben wij de motorolie van deze auto vervangen voor WD-40. Dat is toch al heel vaak geprobeerd? Ja man, dat kan je toch overal al zien? Iedereen heeft dit al getest. Ja, jullie wouden het zien. Dus wij gaan het doen. Maar, we gaan wel één dingetje anders doen, want wat mij heel erg opviel, iedereen die WD-40 in zijn auto doet, die gaat vervolgens zoveel mogelijk zijn best doen om de boel kapot te trappen. Ja. Maar ja, dan gaat die sowieso kapot, ook met gewone olie. Ja, dus wij gaan gewoon rijden, zoals je gewoon met je normale auto ook zal rijden. En kijken wat er gebeurt, kijken of die dan inderdaad ook kapot gaat. We hebben de motorkap eraf gelaten, want die WD-40 die gaat dadelijk verdampen. Dan krijgen we natuurlijk brandbare dampen onder de motorkap. Kan in de fik vliegen. Ja, dat is natuurlijk niet handig, dus het is wel fijn als die dampen in ieder geval weg kunnen waaien. Ook als hij nou in de fik vliegt, dan kunnen we hem tenminste fatsoenlijk blussen. Want er ligt ook een brandblusser achter in de auto. Oké, laten we testen. Eerst even starten en kijken of hij niet meteen ontploft. Niks aan de hand. We hebben ook gewoon olie druk hoor. Mama. Vooralsnog niks bijzonders. Oké, laten we even kijken alvast. We hebben nog geen onderdruk. Dus de zuigerveren zijn nu in ieder geval nog goed. Oké. 11:51 is het nu. Gaat goed, hè? Ik ruik wel petroleum. We hebben gewoon de hele tijd oliedruk. Maar ik ruik wel echt hele sterke petroleumlucht. Dus we zijn echt wel flink van die WD-40 aan het verbruiken. Dus ik denk dat we wel even de oliedruk in de gaten moeten houden. Want als dadelijk de oliedruk wegvalt, dan denk ik dat die gewoon op is. Dan we bij moeten vullen. Nou, we hebben één ronde gereden. Laten we even kijken. Dit is gewoon rook hoor. Nou, kijk eens. Toch de zuigerveren die er wel aangaan nu hoor. Ja, of is het gewoon omdat hij nou warm is. Dat kan natuurlijk ook. Laten we maar verder gaan. Maar rij je dan hè? Hij doet het nog steeds dus. Volgens mij zijn we een stuk uitlaat verloren of zo. Oh, we hebben geen oliedruk meer. Dus laten we even kijken wat er aan de hand is. Hè? Laten we een beetje bijvullen. Ah, dat moet wel weer voldoende zijn. Laten we kijken of hij het nou weer doet. Oké. Niks aan de hand. Weer gewoon oliedruk hoor. Oh nee, kijk nou. Niks aan de hand. Weet je wat het is, denk ik? Die WD-40 is natuurlijk veel dunner dan motorolie. Dus hij kan bij weinig toeren gewoon niet voldoende druk opbouwen. Maar kijk, nou is hij uit. Dat is gewoon goed. 20 kilometer. En behalve dat het best wel stinkt, hebben we eigenlijk niks geks gemerkt nog niet. Hè? Hij remt nou niet meer zo hard af op de motor, hè? Hey, joh, hij duwt echt door nou. Maar dat komt denk ik doordat die WD-40 in het karter, ja, die begint gewoon te verdampen of zo. Die maakt in ieder geval brandbare dampen. En de motor zuigt daar weer op langs de karterventilatie. Dus ja, ik denk dat hij daar gewoon, hij loopt erop. Nou, we hebben natuurlijk zelf al een keer getest om op WD-40 te rijden als brandstof. En dat ging ook best prima, dus... Als je dan de gas loslaat, ja, dan sluit je eigenlijk de benzinetoevoer wel af. Maar die WD-40 damper, die blijft hij natuurlijk opzuigen. Dus dan duwt hij toch een beetje door. 30 kilometer. 40 kilometer al. 50 kilometer. 50 kilometer met WD-40 in het karter. En kijk eens hier.
De uitlaat is kapot, het stinkt hier naar petroleum. Maar de auto rijdt als een zonnetje. Vol vermogen, we hebben oliedruk, er is niks aan de hand. Nou, om 11:50 zijn we begonnen met rijden. Dus reken maar uit. Het is toch meer dan een uur. Hè? Tja. Dit is de motorolie die we daar straks afgetapt hebben. Die gaat er weer terug in natuurlijk. Hè? Even kijken hoeveel er nog overgebleven is. Ja, deze kan zit weer vol. Dat is ook wat we er in eerste instantie ingegoten hebben. Maar we hebben tijdens het rijden nog wel 2 keer 1,5 liter toegevoegd. Dus ja, dat is toch wel 1 liter verbruikt totaal. Er zit weer motorolie in. Laten we even kijken hoe die nou loopt. Druk, ja. De auto heeft echt helemaal niks gelegen hiermee. De test is ten einde en wel met een verrassend resultaat eigenlijk. We hebben 50 kilometer gereden, 1,5 uur langzaam aan het rijden geweest. We hebben een keertje WD-40 bij moeten vullen, maar ja, er is eigenlijk niks aan de hand, hè? Nee, ik ken dat rondje nou wel uit mijn hoofd inmiddels. Zo, ja, dat was op een gegeven moment gewoon saai. Het is maar goed dat we er stukken uit kunnen knippen in de video. Aha. Anders ging niemand deze video afkijken. Maar hij heeft het nog steeds volgehouden en hij doet het nog steeds. Niks aan de hand, hij loopt prima. Ja, we hebben een aantal verschillende dingen gecontroleerd. We hebben tijdens het rijden steeds de oliedruk in de gaten gehouden. Want op een gegeven moment, als je slechte smering hebt, ja, dan heb je dus kans dat de lagers zo ver verslijten dat je op een gegeven moment geen oliedruk meer op kan bouwen. Dan gaat het olielampje branden. Dus dat hebben we in de gaten gehouden. Ja, ja, en de onderdruk natuurlijk, want er zitten zuigerveren in het blok. En zodra dus te weinig olie krijgt, dan... loopt de druk onderin het karter op en dan krijg je allemaal rook uit de vuldop en zo. Ja, klopt. Ja, die zuigerveren die dichten eigenlijk de verbrandingskamers af. Die zitten rond de zuiger. En dan gaan de verbrandingsgassen, die gaan van boven de zuiger langs de zuigerveren naar het karter. Ja, dan kan je dan testen door de vuldop eraf te doen. Ja, dat is helemaal niet. Niks. Niks geleden. Er kwam wel rook uit, maar dat was niet van de onderdruk. Nee, bij de WD-40 kwam er in ieder geval damp uit. En ja, die damp, hebben we ook gemerkt... Die damp zuigt je ook weer op langs de karterventilatie. Die zit namelijk verbonden met de inlaat. Dus die zuigt de oliedamp en zo mee op. Daar krijg je geen hinderlijke oliestank in je auto als je aan het rijden bent. Verbrandt die ook mee. Ja, dus die dampen die verbranden die ook mee. En ja, op WD-40 kun je ook prima rijden als brandstof, hebben we al een keer getest. En dat merkten we ook wel. Want hij begon een beetje hoog in toeren te zitten steeds. En hij rende niet zo hard af op de motor, hè? Nee. Het ging allemaal wat soepeler. Hè? Zo is het. Ja. Verrassend resultaat. Ja, ik denk dat veel van jullie hadden gehoopt dat hij zou ontploffen met een grote vuurbal en zo. Maar ja, we hebben gewoon gereden met WD-40 als motorolie. Je moet vooral gewoon op tijd bijvullen. Ja, en ik denk dat dat ook een wijze les is. Want dat moet met motorolie namelijk ook. Zorg gewoon dat je op tijd peilt en op tijd bijvullen. En als je nou WD-40 in je karter hebt zitten, dan moet je dat een beetje vaker doen. Want dan verbruikt hij nogal snel. Precies. Voor de rest, niks aan de hand. Maar heb jij nou een test waarbij deze auto misschien wel ontploft, of heel iets anders? Zet het even onder in de comments. En dan misschien doen we de volgende keer wel jouw test. Hey mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende.